Vanaf het Zuiderpark fietst de burgemeester verder naar de Van Baarlestraat, midden in Moerwijk. Het is een wijk waar mensen wonen met veel problemen. De kinderwinkel wil een uitvalsbasis zijn voor kinderen, jongeren en hun ouders. Dag dames, ik kom even groeten. Wat wij voornamelijk willen is een veilige plek bieden aan kinderen en tieners, waar ze zich kunnen ontwikkelen, waar ze zichzelf mogen zijn, waar ze af en toe een luisterend oor hebben. En dat ze niet op straat hangen of alleen maar thuis binnen zitten, maar gewoon vrienden kunnen maken. Dit is een wijk waar mensen echt persoonlijk hele grote uitdagingen hebben. Als je hele grote uitdagingen hebt, als je schulden hebt, als je geen werk hebt, als je allerlei gezondheidsproblemen hebt. Als dat je allemaal overkomt, dan is het een soort van berg waar je bijna niet overheen kan kijken. En ik heb groot respect voor mensen die zeggen van kom, we gaan ervoor. Maar ik snap ook wel dat daar hulp bij nodig is. En de dames van de kinderwinkel hebben nog een wens voor de toekomst. Nou, ik denk dat het goed zou zijn als er meer positieve aandacht komt voor dit stukje van de wijk, maar ook voor de hele wijk Moerwijk. Er gebeurt gewoon heel veel moois. En dat is, komt helaas ook vaak negatief in het nieuws of negatieve berichten. Maar ik denk dat de aandacht op het positieve wel iets heel moois zou zijn. En daar kunt u de burgemeester goed bij gebruiken? Dat denk ik wel, ja. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag.